Mijn eerste punt heeft eigenlijk te maken met het belang van onderwijs als goed op zich. Ik vind het absoluut overbodig en verkeerd om het onderwijs te zien als iets wat een externe doelstelling heeft die moet worden verwezenlijkt. Bijvoorbeeld sociale ontvoogding of economische functionaliteit. Ik ben daar niet uit zichzelf tegen. Hè. Natuurlijk is het goed dat mensen uit alle mogelijke bevolkingsklassen kans krijgen. En uiteraard is het beter dat je iets studeert wat je achteraf tot een baan brengt. Ik ben daar echt niet 100% tegen. Meer zelfs, ik ben daar geweldig voor. Maar ik vind het geen goed idee dat onderwijs in functie daarvan wordt gezien. Dat het bijna een instrument wordt voor iets anders. Terwijl ik ervan overtuigd ben dat het een goed is op zich. Iets wat waardevol is op zichzelf. Ik heb deze ideeën voor een stuk gestolen. Ik zal het maar zeggen, vooraleer wetenschapsfraude aan het licht komt. Frank Furedi, lesgever aan de Universiteit van Kent. En die heeft bijvoorbeeld al die doelgerichtheid van het onderwijs, die gerichtheid op een hoger streven, aan de kaak gesteld. En dat vond hij ook in andere sectoren, zoals de kunst. Hè. Bijvoorbeeld, men probeert alles te doen vaak om de kunst bij de mensen te brengen. Hè. Musea worden opgeleukt, je moet interactieve spelletjes spelen met kunstenaars die op Vincent van Gogh lijken bijvoorbeeld. En al die zaken lijken belangrijk. Dus je moet er heel sterk bij betrokken zijn. En als je nooit naar een museum zal gaan, dan moet het museum veranderen. Dan komt het naar jou. Wel, eigenlijk is dat denk ik niet juist. Ook kunst heeft een waarde op zich. Mooi dat er heel veel mensen betrokken bij raken. Maar uiteindelijk mag dat niet ten koste gaan van de essentie van kunst. Het destabiliseren van mensen, het zoeken naar schoonheid, naar gekke verbanden, het overstijgen van het alledaagse. Laat het dat in godsnaam blijven. En dat geldt voor mij ook voor onderwijs. Het moet iets zijn wat waarde op zich heeft. Waarom is onderwijs belangrijk? Omdat het belangrijk is as such, als dusdanig. In die zin, sociale promotie is één punt waar je vragen kan bij stellen. Een tweede punt is het economisch nuttige. Waarom moeten wij in godsnaam per se heel ons leven lang leren voor een vak waarvan er nu toevallig een tekort op de arbeidsmarkt bestaat? Om te beginnen kom je dan meestal te laat. Wanneer je bent afgestudeerd is er een ander tekort. Het doet een beetje denken aan de gewoonten in de landbouwwereld in de 19e eeuw. Alle boeren planten aardappelen, eentje planten tomaten en die man met tomaten verkocht aan een hoge prijs. Het volgend jaar iedereen tomaten en eentje aardappelen, namelijk degene die het vorige jaar tomaten kweekte en weer was degene die voor de unieke oplossing koos te groeien. Dus in die zin laten we ons niet op een gekke wijze vastpinnen op het economisch nuttige, want dat blijkt achteraf bekeken niet nuttig te zijn. Ik denk dat het ook altijd veel beter is, en hier volg ik wel sommige mensen die vandaag hebben gesproken, om één ding uit te zoeken waarin je geweldig goed bent. Je moet er maar eentje vinden. Daar kun je een heel leven mee overleven. In plaats van te voldoen aan de vereisten der arbeidsmarkt. Toen ik een kind was, wat fysiek al enige tijd achter de rug ligt, maar mentaal toch is gebleven. Toen ik een kind was, waren er banen, opleidingen die werden aangekondigd als heel nuttig. En dat was de job van ponster na ponster monitrice. Je moest daar een vrouw voor zijn. En je moest dan allerlei dingetjes doen met ponskaarten. Ik vraag me af wat er van al die mooie, dromerige meisjes is geworden die toen voor dat soort beroep hebben gekozen. Zouden ze nog gelukkig zijn? Misschien wel, dankzij hun kleinkinderen. Leuke grootmoeders, heb ik altijd geweldig gevonden. Maar toch is dat ergens het beste bewijs van het volslagen onzinnige van
gestuurde keuzes. Natuurlijk moet je daar enigszins rekening mee houden. En uiteraard is de kans groot dat wanneer je professioneel filosoof bent en bovendien niet zo heel hard kunt nadenken, dat de uitwegen niet geweldig gaan zijn, beroepshalve. Maar toch, de vorming is belangrijk op zich. En dat is mijn eerste punt. Tweede punt. Het doel van het onderwijs is één zaak, maar welk soort onderwijs willen wij? En ik denk dat daar een aantal aspecten natuurlijk in belangrijk zijn. Eén aspect is een minimale kennis, toch nog. Ik denk dat je mensen een zekere vakkennis moet bijbrengen, die des te belangrijker wordt naarmate een gebrek aan kennis schadelijker is voor de samenleving. Natuurlijk, als je bijvoorbeeld jurist bent, ja, dan kan het allemaal niet zoveel kwaad. Maar een arts die zo wat begint te prutsen is vervelend. En een elektricien die geen enkel verband kan leggen tussen duisternis en licht, schiet ook professioneel lichtjes tekort. Met andere woorden, een minimale vakkennis is denk ik bij elke vorming onontbeerlijk. En natuurlijk, naarmate men verder schrijdt in het onderwijsproces en vordert in jaren, wordt dat toegespitst zijn op zekere dingen percentueel belangrijker. Dat kan nauwelijks worden ontkend. Maar daarnaast is er natuurlijk ook een algemene vorming. En die algemene vorming, denk ik, hoeft ook niet voor iedereen per se dezelfde te zijn. Want in allerlei onderwijsprojecten worden daar soms gouden bergen beloofd op dat terrein. Je moet een mondig, kritisch burger zijn die alle mogelijke trucs van de samenleving doorziet. Die met een arendsblik meteen de scheiding tussen goed en kwaad kan maken. Die allerlei mechanismen van het politieke bestel onmiddellijk doorheeft. Die een meesterlijk psycholoog is en allerlei verbanden kan leggen. Dan denk ik, help. Dat is denk ik mooi dat je dat op zekere hoogte kunt, maar ook daar denk ik zijn er limieten. Niet iedereen moet daar de beker tot het uiterste ledigen. Dus je hebt primo de gewone kennis, secundo de algemene vorming en dan is er nog een derde punt. Dat is denk ik de vorming tot weerbaarheid en dat wordt vaak denk ik onderschat. Dikwijls wordt onderwijs gezien als iets wat ons klaarstond voor succes in het leven. Hoe ga je er nuttig mee omgaan, mooie dingen uithalen, slagen in het leven. Terwijl onderwijs er misschien juist ook is voor de mensen die niet slagen. Wat doe je bijvoorbeeld als het al eens wil tegenslaan in het bestaan? Een echtscheiding of een paar? Je baan verliezen of ze nog wel vaker verliezen? Niet meteen een absoluut succesnummer zijn in de strikte zin van het woord. Wel, ook dan is het belangrijk dat je voldoende gevormd bent om daar om mee te leren gaan. En dat wordt vaak, denk ik, verwaarloosd, dat aspect. Wordt vaak gezegd, onderwijs is er om juist te slagen in het leven. En aan de andere kant constateren we dat niet iedereen dat doet. Dus moet er ook zijn voor wie niet slaagt. Om hen te laten zien dat dat misschien niet erg is, want ook wie slaagt, ja, doorgaans loopt het verkeerd af, omdat zelfs op een succesvolle carrière vroeg of laat een overlijden volgt. Dus het succes is relatief, maar misschien ook de mislukking. En dat vormde aspect, naast, denk ik, de algemene cultuur en de pure kennis, is belangrijk. En zo kom ik tot mijn eigenlijk punt. Ik probeer altijd een heel lange inleiding te construeren om vervolgens niks te zeggen. Dat is een aloude retorische truc. Maar zo kom ik tot mijn laatste punt en dat is de leraar. Eerlijk gezegd, voor mij staat of valt daar alles mee. Ik heb het niet zo met allerlei leerplannen, tenzij die speciaal zijn gemaakt en dan heb ik er terug sympathie voor om hen te overtreden. Want natuurlijk, als er geen leerplan bestaat, wordt ongehoorzaamheid daartegenover meteen onmogelijk. Wat de creativiteit, die ook daarnet even aan bod kwam, van de leerkracht fnuikt. Ik weet niet of u zelf ooit naar school bent geweest, niet iedereen geeft de indruk, maar als het zo is, als u toch dat zelf ooit hebt gedaan, probeer dan eens even te bedenken
wie u nog steeds in uw herinnering bewaart onder uw leerkrachten van destijds. Zijn het de mensen die de regeltjes volgen, die met een angstvallige krampachtigheid volledig in harmonie bleven met wat het leerplan oplegde, die toonloos maar adequaat de stof deelden met de leerlingen, die de trucs gebruikten die in het onderwijs bekend zijn, streng in de eerste les, donkere ogen en daarna de teugels vieren. Zijn dat de mensen die we onthouden? Of zijn het misschien juist degenen die uit de band sprongen en zo tot de essentie zijn gekomen? Wat die essentie ook is, want dat is eigenlijk het boeiende, wat die is, ontdekken we heel vaak pas veel later. En als ik aan mezelf, aan mijn eigen schoolloopbaan denk, om te beginnen, ben ik geen dag met plezier naar school gegaan. Dat moet ik toegeven, omdat ik daar een soort onvrijheid in voelde die me altijd beklemd heeft. Gewoon binnenlopen op een speelplaats en dan naar de hemel kijken met het gevoel dat je eigenlijk niet vrij bent om terug naar buiten te gaan. Dat heb ik heel mijn leven lang als bezwarend ervaren. Maar afgezien daarvan merk je pas later, na vele jaren, wie je eigenlijk betrekkelijk koud laat en wie het ten diepste heeft geraakt. En hier kom ik toch terug tot de inleider daarnet. Het zijn de onderwijzers en leraren van het lagere en het secundaire onderwijs die wat dat betreft een onuitwisbaar merkteken, het doopsel was dat ook, hè, een onuitwisbaar merkteken op mensen kunnen nalaten. Nadien wordt het een stuk minder, omdat je al meer in fragmenten denkt, omdat je als persoon al een bepaalde gestalte hebt gekregen. Professoren aan de universiteit kunnen nog wel een gevoelige snaar raken, maar naar mijn aanvoelen raken ze je toch veel minder als mens in een soort complete manier. Ze blijven nuttig, ze kunnen ook een groot vormend belang hebben, maar zo je emotionele omgang met kennis bijvoorbeeld wordt enorm bepaald, denk ik, door mensen op het niveau van het lager en het secundair onderwijs. Ik kan misschien twee voorbeelden geven van leraars die mijzelf enorm hebben beïnvloed. Ik had een onderwijzer in het vijfde leerjaar. En dan ben je al veel alerter dan soms wordt gedacht. Ik heb altijd het gevoel gehad, onderschat toch niet tegenover veel onderwijzers wat wij nu al denken. Dus ze willen je bij de hand nemen, maar ondertussen zit je al op heel wat zijwegen waar ze niet eens weten waar je naartoe mee wil. Maar toen hadden wij een onderwijzer die bijvoorbeeld zegde, je moet niet veel kunnen, als je heel goed kan spreken en schrijven, ben je al heel erg fel. Vandaag moet daar misschien de beeldcultuur bijgevoegd worden, wat ons vrijstelt van spreken en schrijven. Als we daar goed in zijn, blijft er misschien helemaal niks anders over. Dat was op zich verstandig. Iets anders wat hij zei en wat veel mensen sprakeloos maakte. Op een gegeven moment zei hij, ik ben hier zeker niet de verstandigste in deze klas. Waardoor hij natuurlijk zijn geweldige intelligentie bewees. Hij legde het ook uit, hij zei, ik weet toevallig het meest omdat ik al wat ouder ben dan jullie. Maar de potentiële intelligentie die de mijne is, gaat zeker die van jullie niet overschaduwen. Er zitten toch een pak mensen die minstens even goed zijn. Nu, dat kunnen zeggen is ook al een eye-opener, omdat het potentiële talent van mensen daardoor wordt erkend en tegelijkertijd ook wordt gezegd, je kunt er heel ver mee geraken. Dus het was een manier om mensen aan te moedigen en tegelijkertijd een realistische beschrijving van onszelf. Hij heeft het lang volgehouden, juist omdat hij werd vrijgesteld door zijn zelfanalyse van de plicht zichzelf te overschatten. Een heel knappe leraar. Als ik heel kort mag samenvatten, onderwijs is wat mij betreft een doel op zich. En binnen onderwijs is kennis belangrijk, algemene vorming, maar zeker ook weerbaarheid. En vooral dat laatste kan alleen maar overgedragen worden door mensen die misschien zelf een beetje gehavend zijn. En juist door hun gebreken op een prachtige manier met anderen te delen, de weerbaarheid bij die anderen helpen versterken. Bedankt voor uw
aandacht.